Junior Chamber International Suriname, JCI, heeft media-icoon Nita Ramcharan geëerd voor haar werk als journalist. Ramcharan kwam in aanmerking voor de hoogste JCI-onderscheiding, namelijk de senatorship. De journalist werd onderscheiden in verband met het 58-jarig bestaan van JCI op 28 februari. Robbie Rijssel, directeur van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, geeft aan waarom Ramcharan in aanmerking is gekomen voor deze onderscheiding. Dus zij kreeg ook die opportunity om president te worden. In een jaar, ook een jubileumjaar. Turbulentie op turbulentie. Maar daar heb ik weer die bewondering gehad voor dat stukje gedrevenheid, een stukje passie die iemand kan hebben in datgene wat ze doet. En die passie was er. Die gedrevenheid was er. Ze wist samen met anderen die kamer bij elkaar te brengen. En op een geweldige manier dat daar te feesten en te zeggen, het is onze kamer. En die slogan die toen was, Paramaribo JC, 25 jaar Paramaribo JC is 25 jaar JCI Suriname. Paramaribo first was dat toen. Maar de dynamiek die er was, die dat toen werd uitgestraald, was er eentje waarvan je zegt van nee, zo iemand, als een persoon dat kan tonen, I have to join. Nadat ze haar onderscheiding in ontvangst had genomen, ging Ramcharan in op haar bijdrage aan de organisatie. Voor mij was een senatorship dat je iets niet weet, je wordt verrast, net als vandaag. De wijze waarop, wanneer je helemaal niet verwacht en je denkt het is klaar of je verwacht het. Maar het is altijd een hele grote verrassing hoe het gaat. Maar in die tijd werd aan mij gezegd van luister, we willen je tot senator maken, maar je moet zelf betalen. Oh. Het ging niet om het geld, want ik zat in het onderwijs, dus ik had wel geld. Maar ik vond dat je senatorship niet koopt. Het was voor mij een principieel iets en principes. Daar leid ik mijn hele leven op. Weet je, als ik één ding heb, is het mijn principes. En daar bepaal ik ook hoe ik reageer wanneer het erop aankomt. Hè. En ik vond van nee, ik betaal niet voor een senatorship. Anderen hebben wel betaald, ik begrijp het wel. Maar voor mij was het never. Dan niet. En ik vond dat ik wel heel lang niet gerecognized was voor wat er gebeurd is in Paramaribo Jesus. En de efforts die we gedaan hebben. Media-icoon Nita Ramcharan, die de hoogste onderscheiding van JCI Suriname heeft ontvangen. De organisatie vierde dit jaar haar 58ste verjaardag.